Het stond ruim 1,5 jaar leeg. Het pand van tuincentrum Overvecht in Beuningen. Eind 2022 trok de eigenaar de stekker eruit. Nu is de kavel verkocht, maar wat er op de plek komt, blijft nog onduidelijk. Beuningen is in reppenroer. De Overvecht achter mij wordt inmiddels gesloopt. En wat er daarna met de kavel gaat gebeuren is nog onduidelijk. De enorme hal met eerst bloemen en planten erin is nu helemaal leeggehaald. De sloop van het gebouw trekt veel bekijks. Omwonenden zijn dan ook al te benieuwd wat er op de plek gaat komen. Ondertussen wordt op sociale media volop gespeculeerd over wat er dan gaat komen. Wordt het een padelhal, een filiaal van doe-het-zelfwinkel Kranenbroek, een grote dierenwinkel of toch een indoor speelhal voor kinderen? Beheersmaatschappij Wouters uit Schijndel heeft de kavel opgekocht. Zij kiezen ervoor om 3 grote landelijke retailers te vestigen. Het pand dat er nu stond diende ook deels als geluidswal tussen de snelweg en de achterliggende buurt. Toch zal het nog even duren voordat er weer 1 of meerdere nieuwe panden staan. De sloop moet over enkele weken al af zijn, maar wanneer de nieuwbouw gaat beginnen is nog niet bekend. De winkels moeten medio 2025 al open gaan.